De zon erbij en met weinig wind voelt het gewoon warmer aan. En dan is het prima weer. Maar het begon vandaag met mist en dichte mist. En die mist hield het lang vol. Ook de komende nacht een waarschuwing voor mist. Maar laat ik beginnen met vanavond. Vanavond flinke opklaringen, ook nog wel bewolking. En vannacht in het kustwalig gebied vooral kans op een buitje. Elders mist en dichte mist. En uh, ja, dat betekent ook dat de temperaturen aardig naar beneden gaan. Richting de plus 1 tot plus 4 graden, de laagste temperaturen in het oosten. In gebieden met de lagere temperaturen: kans op voorstaande grond en auto eruit te krabben. Dan de wind uit westelijke richtingen: die is zwak of matig. Morgenochtend mist of dichte mist. Daarna bewolking: de zon heeft het moeilijk. Dus wat regen of wat buitjes, vooral in de kustgebieden. En de temperaturen morgen zo tussen de 9 en de 12 graden. De wind uit westelijke richtingen zwak of matig. In de avond en nacht. Nog een buitje in de kustgebieden. In het oosten kans op mist en een temperatuur rond 1 of 2 graden. Dus nog altijd kans op voorstaande grond. Wel, we gaan op naar vrijdag. Veel bewolking, de zon heeft het moeilijk. Een, bui, een buitje, de meeste actieve buien in de kustgebieden en de temperaturen dan tussen de 10 en 12 graden. De wind nog altijd uit westelijke richtingen, zwak of matig. Vooruitkijkend naar het weekend en maandag: zowel zaterdag, zondag als maandag temperaturen rond 12 graden. Op de meeste dagen veel bewolking, maar op zondag en maandag maakt de zon her en der nog wel kans. En een aantal bijen of buitjes, dus droog blijft het niet. Nou ja, november, wat mij betreft, wat tot morgen. Tot morgen.